in as soon as the grid has formed. Be ready with the clutch. Yes, sir. Veel succes, jongens. Veel succes en plezier. Homewheel. Wat? Echt, die Via mag me niet. Dank je, gaat maar op heel. Ik heb nu al 5 seconden, ik deel me niks. Toch volle bak gewicht de reis toch wel even wennen. Even anders inderdaad als time trial. Ja. Zo, er ging een Alpine om. Ja. Oh, Blaas. Maar het is niets mensen. Reed je tegen mij aan of wat? Nee, ik tegen mij aan. Maar ik merk er namelijk helemaal niks van. Okay, DRS is now available. Ik weet niet wat die engineer zei, maar hij vond het een great pass. Maar dat was niet zo'n great pass als je het nou... Nee, ik liet je maar gaan, want... ging je toch niet halen, die bocht. Nee. Smash. Ik heb het gedeeld en we risk a penalty. Slow your pace immediately. Kijk, ja, ik heb niet heel veel delta. Ja.
Ik heb nu 0.5. Dat is zo'n drama. Het is alleen maar smash hoor, dus Met ooit smash. Ja, het ging zo lekker. Ah, oh, eruit ook echt. Ik denk dat je spin. Jongens, waar is die safety car? Vleugeltje. Dat is klaar. Nergens, want die is een virtual. Ja, dat is belachelijk. The easy ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. Precies in een bocht, dat is geen green. Wat? Ja, dit is in een bocht en dan zit te hoog in delta en dan. Ja, ik ga op groen. Ja. Nou ja, Smash heeft gezorgd dat iedereen een punt krijgt die nog rijdt. Dus, Oeh, koude bandjes. Oh nee! Wat? Ja. Maar je raakt hem helemaal niet vast. Ja, maar Bles, je raakt hem niet vast. Nee, helemaal niet. Ik ben echt 5 km per uur of zo. Maar je hebt wel een punt, toch? Ja, je krijgt een punt, maar je bent 10 toch dan? Dus, nee, ja. Shit. Nee, dat is echt bij deze game. Is hier maché over in die loop van de maak. Ja. Slaat erop. Hij kan de vorige. Ik raak met mijn wiel ook nog helemaal die muur naar hier is en ik wil met mijn wielbord aan. Ik zeg, wacht, staat dit nou weer op? Ik moet damage uitzetten. Nee, daar ben je altijd met damage. Ja, dat is waar. Het is veel leuker met twee damage. Lekker kijken. Wat gebeurt met jou? Koos ik van die OY met zo'n damage. Ja. Ik ben gespind. Oh! Gaan we hier mis? Nou, spectator. Ik hield hem schuin in de muur. Drijftoe. Nou, waar is het spannend? Dammen versus Alvist. Ik gewoon een hitting duck met die sit-up. Moet dat wel anders rijden dan dat ik gewoon ben. Echt waar. Andere rippunten. Zeg die grappie. Maar ik kan zo lang mogelijk ophouden, Koos. Ja, doe dat. Ik ben heel even mijn flow kwijt. Het doet niet echt wat ik wil dat het doet. Ik ben ook aan het struggelen soort van. Ja, ik wou net zeggen, het gaat niet van harte hier. Zo gelept worden, denk ik? Oh, nee. Ja, die Red Bull komt straks al het rechte stuk op als ik eraf ga, dus... Gepokt. Ja, maar ik had een drijfsel en een 5 seconden. Oh, okay. En een nieuwe vleugel nodig, dus... Nee. Ik heb allemaal een auto is gemaakt. Ja? Ja, dat ook, ja. Ik overweeg nu toch maar een ander team. Vraag maar naar Niels hoe goed die Alpine is. Ja. En Niels? Ja, die ging vorig jaar switchen toch? Zeker, die was klaar mee.
Ja, die auto's zijn toch equal hier? Ja. Ik weet het. Het zou niet zo heel veel uit moeten maken. Ik heb geen ding. Shit. Als het goed is, reizen allemaal als een Mercedes. Kan een half is lekker aan wettelen. Ja, ik weet niet of ik dat zo geruststellend vind. Ja, voor 2021 is dat prima hoor. Oké. Ja, ik had liever dan zo'n COVID-seizoen gehad, weet je. Dan komt de game uit wanneer het seizoen hey, heb ik. Mijn bordjes. Oké, Claire. Heel. Dat is niet anders dan alles te doen. Alles. Ze zouden eigenlijk gewoon een game moeten maken en dan updaten en dan een keer anders uitbrengen. Waarom riet hij het? Hey, die auto rijdt toch? Ja, ik weet niet wat er is gebeurd. Ik zat net niet mee te kijken. Buitjes helemaal kapot. Met verdedigen bij dingen. En ik rem en hij schaft gewoon helemaal door. Dus ja, het is gewoon die shit. Oh, wat is dat voor domme shit, zeg dat je zit. Ik snap dat die Park Vermee, dat je die voor de race hebt, maar ik wist niet dat die Park Vermee voor heel die kwalificatie. Nee, hey, oh, nou, we hadden het er maandag ook over, toen klikte ik per ongeluk door, dus ik had toen geen setup. Ja, ik snap de kwalificatie als je een setup hebt. Maar stel, kijk, als je stel dat het echt weer is, hè? En het is het eerste stuk nat. Hè? En ik heb dan eens. Ik geef een voorbeeld op Francorchamps en er wordt een gedeelte droog. Dan kun je geen tijd neerzetten op een droog circuit, omdat je hebt gestart op nat. Dus dan kun je die setup dan ook niet meer veranderen. Ja. Dus ik dacht dat je tijdens de kwalificatie, dat je terug de pits in deed, dat je nog een ander setup kon kiezen. En dat is dus blijkbaar niet gisteren. Ik dacht dat dat aan één voor de race was, dat kan ik dan ook verstaan. Nee, ik dacht datzelfde maandag ook, alleen toen zei iemand, nee, dat kan niet. Ja, maakt niet uit. Ach, aldoende leven. Ja, ik had beter moeten zien. Oh, nog eventjes, en dan zitten we meer mee te kijken omdat we mee racen. Nou, ik kan nu wel een keer zeggen dat ik voor Alvis ben geëindigd. Ja, moet je wel eindigen. Misschien. Nee, maar als ik nu DNF ben ik zelfs voor hem geëindigd, toch? Nee, dat heb ik trouwens niet meer. Nee, maar ik heb hem toch ingehaald in. Ik wacht gewoon tot de rest ook foutjes maakt. We rijden altijd foutloos. Ja, altijd. Dus niet. Ja. Ik mis mijn bordjes weer. Ja, ik mis er ook al een paar voor, man. Niet alleen. Start using some tire grip around now. Hey, succes nog in tot dinsdag voor GT Sport en de zondag erop voor Australië. Dat is cool man, tot de volgende keer. Later. Ja, zo kan het gaan. Nou, eens even kijken, wat is het spannend? Oh? Venus gespinning. Venus Donuts? Ja. Mag eigenlijk niet, hè? Ze hebben ze gezegd. Ja, ik denk, doe het maar. Pas op hoor, Michael Masi heb je net. Oh shit. Hij is door ontslagen, ik heb niks met te zeggen. Nee, hier niet. Hier niet. Oh.
Oh, dat is nog 21 natuurlijk. Ja, dit is makkelijk. Je hebt een Mercedes motor als je mag. Dat is waar. Ja, kijk goed. Reisje. Kijk of ik ook zo'n motor als op Brazilië heb. Zo'n kanon. Dat wel lekker zijn. Zo. De gratis de jaren, ik ben zo langs van zijn tijd. Ik vind het zelf een motor. Porpoising. Weet je dat wel allemaal? Wat? De speed die ze nu hebben? Ja, dat denk ik wel. Ah, 85% zeker. En ik denk dat Doe is gewoon zeg, maak die auto maar goed voordat ik echt een beetje ga rijden. Ja, ondertussen is Russell beter en leidt hij een oude man in die auto. Ja, maar ja? Russell is niet beter. Ja, maar hij rijdt, hij eindt ja, hoger en hij doet het beter, dus ja, hij is toch beter nu. Zo, op één race, op basis van één race. Wauw. Nee, de vorige race zat Hamilton ervoor. Ook niet heel veel, toch? Ja, hallo, gast. Er was letterlijk een safety car twee rondes voor het einde. Doe even normaal, man. Ik denk dat Hamilton gewoon wil benadrukken wat het probleem is. En Russell rijdt er gewoon omheen. Die denk ik moet toch een beetje mijn stoeltje gewoon veilig houden. Oh, nee. Check your MFD for a new strategy option. The virtual safety car has been deployed. Slow down and maintain a positive delta. Ik ben wel blij dat ik voor mezelf een safety car heb geregeld. Ja, heel goed. Jij komt er goed uit. Ja, ik crash. Ik langer ben staan, man. Oh, dat moet je. Ja, dat merk je wel, ja. Virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. The track is clear. Ja. Green flag. Ronde 11. Kom. Ja, zeker weten, Niels, zeker weten. Maar hij kwam wel een beetje vanuit de diets, moet ik zeggen hoor. Complete, go now. Oh, ik hoor ook nog van de chat dat Hamilton echt heel ver voor Russell reed. Voor de safety car. Ja? Oké. Ja. Maar was het op 4Play hetzelfde beeld dan? Of, Nou, dat is wat ik me ook kan herinneren hoor. Ja, je kan lullen wat je wil, maar ten eerste zeg je al dat Russell beter is en beter presteert. Wat dan feitelijk niet waar is. Nee, op 4Play bleef hij hangen. Ja, dan heb ik dat niet kunnen zien, hè. Dan was hij een buffer, denk ik. Ah, 4Play. Ja. Ja, ik heb het ook meteen weer opgezegd hoor, maar het loopt nog tot de 20e. Ja, ik moet wel zeggen, al die bufferproblemen van de eerste week, die zijn wel een beetje verleden tijd. Ja, alleen de mensen die er zitten, die hebben net zoveel verstand van als ik. Ja, nee, ja. Dat merk ik. Dat is heel veel. Feitelijk is Russell wel beter. Want Russell staat hier in Hamilton 2-0. Ja, daar. Scoreboots in de stiek. Zo, twee races als hij beter. Ja, en zonder de hulp van Red Bull, had Lewis geen prijs gehad. Ja, zonder de hulp van Masi had Max Verstappen geen wereldtitel gehad. Ja. Dan had Mercedes niet meegedaan door de rest van de maand. Dan was dat bijvoorbeeld zo, was meer dan andere wedstrijden. Ik ben benieuwd wat het gaat worden met die nieuwe motoren van Pijn. Maar wat is die alle kou slecht?
Ja, vind je, hè? Ik vind dat nog ja, maar normaal. Maar bij Slipstream doet hij het veel beter, of deed hij het veel beter? Vorig jaar. Ik vind hem zo zo. Ja. Ja. Ik vind Alokal vind ik juist het lichtpuntje nog van Viaplay. Ja, nee, ja, maar, ja, dit, ik val helemaal in slaap als ik vind dat ik ook. Maar hij komt er zo awkward in, weet je. That's... Even naar race control. Denk ik. Ja, ja, dat was een fan. Bij de eerste vrije training. Wow. Oh, zo. Toen viel ik bijna in slaap. Ja. Ja, en die oude man op de grid kan ook niet meer, hè, met zijn kleindochter. Ik denk vooral die stagiair, die kan geen pitreporter meer zijn, want jezus. Dat vind ik echt niet om aan te horen. Gap to car in front is 14.4 seconds. Ah, volgende keer zetten we Koos daar gewoon in. Oké, okay, die gap behind is 7.0 seconds. En dan doen we Skate als commentator, die heeft wel ervaring. Oh, ja. Hij neemt hem een nootje. Ja, zet alle neer als pitreporter bijvoorbeeld. Kan ook. Maar Koos kan gewoon op de grid, hè? Die lijkt op Magnussen, dus dat is goed. Ik kan gewoon doorlopen. We worden beste vrienden, ja. Geen K-Mac, maar K-Mode. Dan hebben we Magnussen hier in de league rijden, Koos op tv. Ja, alleen maar crashen. Ja. Zo los op mijn dek, oh! Ik vind het niet een Nederlands voor het interviews. Moeten wij hier allemaal Engels gaan praten? So far. Ik wil ook gewoon dat hij op een gegeven moment als hij aan het glijden is, dat hij gewoon een keer stopt met glijden, maar... Dat is wel niet. Echt, je wel echt een uur op de rem, maar... Ja, bij Jedi had ik meer grip, man. Ik vind Jedi zo'n vet circuit, jongen. Godsamme. Ja. Alles blinde bochten. Vooral als je zo'n smash rocket hebt die geheel dat gaat remmen bij de DRS. En toch zijn we wel gebleven. Jezus. Ja. Ja, ja. Ja, dat wel gemaakt. Wat een battles. Ik weet niet wat het is, maar ik ben echt zo uit mijn flow. Ik ben wel normaal in je flow. Ja, wie weet. Dat is de snelste tijd die je zet als je niet in je flow zit. Ja, precies. Nee, hoe heet het? Dat is meer een uitzondering dan de regel. Het was zeg maar eindelijk een rondje wat normaal ging. De rest is echt op mijn tandvlees de hele tijd, man. Van dan glijdt hij weer weg en dan. Je had het net niet gezien, maar ik crashte bijna weer op exact dezelfde plek waar ik de eerste keer crashte. Okay, gap ahead is 15.6 seconds. Ja, koos het hè. Dat ben ik niet. Au, au. Dat is een bop. Ja, dit is een direct set. Dat was niet meer. Ja,
En weer die achterkant in die tweede en laatste bocht. Hou me gewoon in de hele tijd. Nee. Hoe lang duurt het voordat je GT3 auto vrijgespeeld in Gran Turismo? GT3 auto? Ja, daar rijdt niet een meter. Ja, niet zo heel lang. Kijken of ik dinsdag nog kan hebben. Ik heb hem al bijna niet gespeeld. Als je 10 snelle races wint ofzo, dan heb je hem al wel. Redelijk snelle races. Mooi. Maar dan niet de auto kopen die Smens heeft, want dat hoorde ik dat het niet zo'n goede auto is. Je wel die Beetle. Dat is een kopding. Die weer gehaald. De dag van de vorige helft is instellen. Ja. Nou ja, ik vond hem relatief stabiel. Het is wel een testje controle aan te zitten. Oh, dat was het. Dat is een beetje jammer, ja. Dan had ik opeens heel veel snelheid terug. Ik had je nog gewaarschuwd, jongen. Ja. Delivery maken voor dinsdag. Nee, je was behoorlijk kaal, zag je. Ja, ik had maar zo'n aluminium autootje. The force is strong. Ook krijg je toch allemaal GameKing stickers op? Ja, ja. In principe kan je al die stickers wel overnemen volgens mij van GT Sport en GT7. Dat is wel netjes. Die library delen ze niet, toch? Tenminste, mijn logo's kan ik niet meer terugvinden. Ja, of dat je ze eerst moet uploaden, of... ja, dat zou wel kunnen hoor. Of zoiets. Dankjewel voor die follow. Thank you.
Die zag ik. Ja. Nou, ben je hier voor gewoon langs. A new strategy is available on the MFD. Yo, laatste plus hoor. Ah, stay the car behind is reaching you by 5/10 a lap. 5/10. Uh-oh. Stabiel zo, hè? Ja. Dat mag nog wel. Zeg dat nou niet. Ja. Ja, ik had de kijkers denken.
is. Ik kan nog wel een safety car gebruiken, jongens. Rem de muur in, toch? Hey, ik kan hem gebruiken. Denk ik. Oh, hoor. Ja, dan is hij ook voor jou. Ja. Als je maar zorgt dat je wielen erop blijven zitten. Dat moet mogelijk zijn, denk ik, hoor. Als ik wil pitten, moet ik even zo'n virtual hebben. Dus als Koos even voor uitleggen hoe dat werkt. Rij recht vooruit de muur in. Dat je voorvleugel afbreekt. En probeer dan verder te rijden. Dat heb ik al geprobeerd, maar dat werkt niet. En doe nog eens. Maar dat iets harder. Want zeg, meestal lukt pas bij de tweede of derde keer, hè? Ja, ze moeten wel weten of je een mazepin bent. Zo. Increasing the gap on the car behind by 5/10 per lap. Yeah, safety car. Hot some. Oh. An incident which has resulted in lots of loose debris on the track. The safety car is being deployed. Check your MFD for a new strategy option. Je had hem besteld, ja. Confirmed. Ja. Hey boys, laat hem. Zijn daar. Laat hem. Ga naar binnen, enjoy. Denk het niet. Ik ben er nog niet over uit. Nou, als jij niet naar binnen gaat, kan ik ook niet naar binnen. Zou ik niks op die safety car. Hoe zou jij dan niet naar binnen? Ah ja, dan rij ik een ronde achter. Dan kom ik. Nu kan ik die ronde nog goed maken. Ja, dit reetje. Zo, je mag toch overtaken als je ronde achter ligt? Nou, maar dat werkt niet echt voor deze game. Oh, we hadden het de vorige keer wel. Alleen smash lukt dat soms. Ja, je moet het gewoon proberen. Want soms ben je gedisqualificeerd. En soms is het gelukt. Je hebt het wel helemaal. Nou, je hebt het niet uitgetimed. Maar het valt wel precies goed, hè? Ja. Precies goed, hè? Ik zit er precies voor. Ik enjoy achter je. Kijk, dan kan ik nog het mooi door, hè? En ja, en dan moet ik achter mij even. Top! Strak is kut. Oké, misschien had het wel moeten gaan, Fit. Ik hield hem nog mooi op voor Koos en zo, weet je. Ja. Twee setjes rood gebruikt en hij zegt dat ik alleen nog maar used heb, maar ik heb tijdens de kwalificatie geen één setje gebruikt dat ik hem de muur in reed. Hoe kan dat? Moet je misschien standaard setjes weg of zo? Ja. Ja, misschien net één keer 1% is of zo, weet ik wel. Ja. Dat zou nog kunnen. Ja, dat is misschien nog wel. Ach ja. Maar hij heeft wel één setje weggegooid. Ja, we hoeven weer terug in de tijd. Nee, want de voorste hadden hem al gelept, hè?
Dus ik moet er nog een keer langs mogen, dan ben ik terug in de streek. Echt? Ja. Ja, de auto vandaag is echt drama. Hij is overal naartoe gaan behalve de weg. De force is strong. Ja, dat is goede kant. Ja. Vroeger had je dan de truc, dan moest je net als Max, moest je de hele tijd naast die rijder voor je gaan rijden. En dan zei hij op een gegeven moment, hij moet je ervoor langs laten. Nou, dat was mooi. Ja, dat was altijd jouw tactiek inderdaad. Ja, zeker. Ja, dat ging altijd lekker. Maar ook als je gewoon reglementair gewoon voor jou reed, dan deed je dat ook. Ja, gewoon proberen. Het is een keer gelukt om te proberen een weppen. En toen reed ik achter de safety car. En toen gingen we verder en toen was ik eerste. Ja, joh. Maar... een keer gelukt. Ik heb ook wel eens gehad, toen reed ik voor jou. En toen ging jij inhalen tijdens de safety car. En toen zat je in één keer voor mij. Ja. Plus ik had 5 seconden aan mijn broek. Ja... dat is ook bizar. Wow. Ik weet niet hoe dat alweer is. Ja, ja, ja. Dat is allemaal bewust, denk ik toch? Ja, nou ja. Dan Rick. Veel plus. Yo, Luc. Goedenavond. Wat staat er, de Luc? Lucky Luc. Ik weet niet wie de Luc is, maar. Ja, dat is een mooi ding hoor, die Ik ben bang dat ik geen kans meer heb om te pitten, want anders dan zegt die safety car van ik ga rijden straks. Ja, het zal de 2 rondjes Ja, dat waarschijnlijk. Dus wie weet, stopt hij of na deze waar jullie nu rijden of gaat hij mee? Ja, ik denk dat het wel de laatste. Het zal erop hangen, omdat ik nog niet ben aangesloten. Oh. Nee, ik ook niet, ik moet ook nog een heel eind. En nog iemand, dus het kan zomaar zijn dat hij nog een rondje. Gas op die lolly. Ik doe mijn best. Ja, die auto wil alleen niet verder. Maar die rode bandjes waren aardig kapot. Dus ik had eigenlijk naar binnen gewild. Die Mercedes levert niet goede shit aan Williams. Het is een gok. Weet je, ze moeten sowieso nog een keer naar binnen. Dus als je op het eind gaat, heb je ook een paar seconden erbij. Zeg maar. Ja, maar ik heb straks... ik word straks gewoon boemen. Jij rijdt op de mediums, jij rijdt me straks strak voorbij, denk ik, op deze man. Dat vind ik helemaal niet erg, want ik kan de punten goed gebruiken in mijn broekzakje, zeg maar. Ik heb wel meer punten dan de Williams in het echt, maar... smaak niet. Ja. Die rijdt ook weer niet echt dit jaar, moet ik zeggen. Nee, maar ja, het zit er ook in. Heb je een koekie? Ja. Oh, ja, Bon is geen koekenbakker. Nee, ook... ja, ik weet niet, zou ik niet zomaar in mijn auto zitten, maar... oh, ik dacht dat hij voorbij was. Nee, we gaan nog een rondje. Stom, waarom moest ik naar die bocht in één keer een delta gaan rijden? Ja, precies. Wat? Dat glint zo hard? Klokken. Maar wacht even, omdat jij nu gaat pitten, moeten we straks nog een rondje. Nee, ik kan als goed is aansluiten op tijd. No. Koos niet zijn kansen vergaan op plek 1. Ja, ik ben naar binnen gegaan. Ik ben naar binnen gegaan. Ik en Joey awesome. En... Koos Koslin. Hé, maar heb je dan... je zit dan je derde keer soft, Koos? Yep. Dus je moet sowieso nog een keer naar binnen. Yep. Nou kom, 70 car, laat me er langs. Ja, het is wel een beetje flauw dit, hè? Ja, waarom moet ik naar achteren verrijden? Van een hele slechte game is. Kom op, Michael Masi, laat me er langs. Ja. Is het mee overtake? Lapcars mee overtake? Ja, kom op. Only left car mee overtake. Hè. Bij Masi weet je het nooit wie die overtake. Daarom. Kom op. Ja, ik ben gelapt, dus laat me er nog wel langs. Maar wat was de regel? Lapped cars mee overtake? Ja. Niet all lapped cars? Ja. Nee, de front lapped cars of zo was het toch? Ja. Dus die bij de strijd zaten, die mochten er dus uit. Dus. Ja, dat klopt echt niks van. Klopt prima hoor, dat niet zo.
Ik had alleen daarvoor bijna toen het zei dat je niet meer overtekent bij de tv het raam gegooid. Maar... Ja, ik dacht helemaal van die champagneflessen die kunnen weer terug. Wat? Ga... Help me, joh. Ik mag er niet langs. Wat is dit nou, joh? Ik moet hem proberen voor te tikken. Safety car is in this lap. Safety car in this lap. Ja. Let's make sure those tires are up to temperature. Waarschijnlijk and remember, flexen. There is no overtaking until the timing line. Krijg ze ook een blauwe vlag op. Ja, waarschijnlijk. Dit slaat echt nergens op. Dat ik er niet langs mocht. Zo, jongens. Partij is er bijna op komen. Zo. Huh? Oh, fuck. Wat doe je? Ja, mijn gas hield me mee. The incident has been cleared. Let's get back to racing speed. Oh, live bommetje. Ja, ja. Oh, oh, oh. Ja, ik mag wel lappen, hè? Ik mag wel lappen. Oh, 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 oh. Nee! Blazenpin! Nee! Oh, oh, nee! Waar is de bank dan? Nog 70. Nee. Wat is het? Nou. Nah. Nee, hij heeft hem wel ver buiten de baan. Ja, maar die Red Bull die zijn fout was, want daarom moest ik de off-track aan de rechterkant. Ik weet niet, ik kreeg ook een buik, man. Zo'n... Was wel licht, ja, ik slip de coast, dus, sorry. Ja, ik zag hem, zijwaarts in één keer gaan. Gaan bandjes. Nou, de battle, gaan we weer. Ligt maar allemaal dicht elkaar. Maar ben ik nog wel op de zoveel procent de punten krijgen? Of... Nee. Ach, kat. Ja, je bent wel hoger dan Elvis, toch? Vind ik wel, kijk. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, maar de vorige keer cheat jij, hè? Ik heb het gezien in mijn beelden. Jij deed een return to track. Ik zag het. Ja, dat klopt. Ja, dan had ik 45 laps moeten rijden. Au, ja. Waren mooie puntjes geweest. Voor alleen maar uitrijden langzamerhand. Ja, dat was ze gaan proberen. Maar die auto wil dat gewoon niet. Die glijdt op alles weg. Die softs zie je wel echt veel lekkerder rijden dan die mediums. Ja, waarom denk je dat ik drie keer soft ga? Ja, echt. Dat weet ik. Waarom is in zo'n cool doorgebroken? Onze Koos niet. Dat Koos geen Koos power heeft. Nee, precies. De Koos is zoveel met kinderen. Nee, en dat salaris voor Gimp is veel minder dan mensen hoor. There's a 100 men on market every day. I just raise on an app. Verdien meer dan Enzo Knol hoor. Ja, je verdient meer, maar je krijgt minder. Ja, precies. Maar zijn huis in Italië, nou. Lekker. Dat was zitting dit zijn. Zo. Ik voel me een beetje als Hamilton Abu Dhabi op het moment. Oeh, hij doet het. En netjes ook nog. Ja. Ja. En dan komt hij hier in punt terug. Die terug, jongens. Oh. Nou, nee. Hey joh, die Ferrari loopt zo hard. Ja, nieuwe bandjes, zeg. McLaren à la Max, hè? Kom ook nog een keer op rood. Ah, die Red Bull valt wel uit straks, joh. Oh ja, dat is... Oeh. Oh. 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 Oké, clear. Huh? Raccoon.
Ja, het was dat of de muur, dus ik had mijn keuze snel gemaakt. Ja, ik deed de muur. En dan dacht ik, zit ik in de muur? Ja. Got that confirmed. Oh. Leaving the track and getting an advantage? Ja, zo is het. Ja. Ik zie ook meerdere verdedigende dingen. Hij is aan het weaven. Moet ik zeggen. Michael, can you please give him a warning? It's a bit unfair. Ja, precies. En dat komt wel zwak van Max. Ja, ze knippen, ze laten ook wel even horen wat ze willen laten horen. It's not fair. Ja, maar volgens mij had hij wel gelijk, hoor. Als je heel lang over die lijn legt, dan maak je wel een keer sap uit. Ja, en als je dan zelf één keer doet, dan heb je wel gezeur, dat is raar. Die kan zomaar de tweede win voor Koos worden deze week. Zeker. Koos die zei beter op één worden dan twee horen. Wat zei je? Ja, jij rijdt beter op één oor schijnbaar dan op twee oren. Zeker andere sens is een zeker verhaal. Ja, dat moet haast wel, hè? Ja. Hij is nu zo'n Marvel superheld, hè, straks. Schiet hij ook web en zo, weet je. Ik heb gehoord dat als je bij Viaplay werkt, dan moet je gewoon geen stiltes laten vallen, hè? Dan schuil je de hele woord te praten. Dat is wel goed, dat kan doe een keer zo'n plekje bier open en schudden bij de microfoon. Een soort ASMR, toch? Ja. Oké, keep on in. Oh, die Red Bull! Hij is er voorbij! Is nog niet klaar. Het is nog niet gedaan. Ja, ik heb gelijk een vintje voor gedaan. Ja. Ja, ik ga het ook even doen, van de week. Wat ik hoorde, weet je het leven. Ja, en ik wil zeggen, en die shows eromheen vind ik ook niks, dus ja, er blijft er nog weinig over voor mij bij Viaplay. Ja, vooral dat ze in die garagebox zitten te praten aan de tafel, dat is echt zo slecht. Oh, daar gaat Joost over. Green flag. Oh, nee! Oh! Nee, geen toast meer.
Jawel. Dus je kan een joint van andere banden, maar je kan ze doen. Ja. Ja jongens, de pit battle. Ineens was die weg. Kut, sorry. Nee, verkeerde banden. Nee. Goeie banden niet. Ja, gelukkig. Go, go, go. You'll be racing on the exit. Go, go, go. Op rood? Ja, dat kan wel. Hoppa, jongens. Wat een Koen nog op 1. Ja, dat voor. Ja, lekker hoor. Had je maar erin gezeten, Koen, hadden we even van P ingespeeld. Oh. Ja. Hoe werkt dit, jongens? Laatste bocht. Mag je zelf weten. Ja, bij mij gaat het automatisch de laatste. Ja, dat is wel spannend zo, met die herstart steeds. Daar reageer je. Ik denk dat ze het gewoon weer een beetje normaal gaan doen, dan komt het wel weer goed. Maar ze moeten niet dat Amerikaans willen doen, dat werkt niet in Nederlands. Of je moet een Amerikaan over laten vliegen. Ja. Ja, maar dan is het in ieder geval, komt het beter over. Omdat we kunnen dat wel. Boris, weet toch ene Kevin toch? Van de Kevin of, oh nee, hij heette niet Kevin van de Master Show toch? Kevin Masters dingers, ja, ja. Nee, ik heb het niet. Had een Nederlandse vriendin, dat was volgens mij ding. Misschien kan die even presteren. Maar kunnen we zo toch? Ja, denk het wel. Volgens mij wel. Bijna bij elkaar dus. Kevin Masters, dat was daar ook weer het verhaal van. Had Blauwmo daar nog iets mee gedaan? Ja, wij deden die. Ja, even de Kevin Masters show was dat, maar die guy heette geen Kevin. Dan pak op zijn poedie. Hij heette Tom Rhodes. Ja, Tom Rhodes. Ik vind dat verhaal zo goud, hè, als Boris dat vertelt. Ik kijk het zo vaak terug. Oh, wacht even, we moeten nog een rondje. Godver. Nog een rondje. Denk ik. Ah, nog één rondje. Ik heb wat in het airvrijetje doen, maar het is te spannend om te blijven kijken. Ja, maar het is al 70k rondje, dus je kan er nog wat in doen. Nou, ik gok het niet hoor. Maar je kan ook de airvrij naast je neerzetten. Ja. Ah, en, jongens, vergeet niet, dit is mijn enigste kans waarschijnlijk ooit om eerste te worden, dus ik ga wel verdedigen. Ja, hoe het? Raaskool vast van. Ik zie nu ook in beeld Raccoondog 10 plekken gestegen. Driver of the day. Ja, zeker. Daar hoef je waarschijnlijk alleen maar voor uit te rijden. Er zijn nog 20 rondes, hè? Nee. Volgens mij moet je nog naar binnen. Nou, ik hoef niet. Ik heb 10% op deze mediums. Oké. Oh, jongens. Update. Ik heb al bijna 10% op deze rode kloot, sorry. Get on. Safety car, rijd niet op. Can you please tell the safety car to speed up? We're going 100, it's ridiculous! Dat is waarop hij er niet tegenaan rijdt voor Koen, hoor. Ik vind het zo slecht tegen. Het helemaal nog vroeger niet heeft gedaan voor de safety car. Safety car in this lap. Ja, yes. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flag. Safety car in this lap. Game issues, but ja, belachelijk.
gaan we los. Een beetje van die rare dingen als een auto doorborst gaat, dat die zeg maar ghost. Doe je nou maar gewoon man. Ja, die safety car die rijdt niet door man, dat is gewoon een grote scam. Green flag. Ja, ik zie het. Oh, ik moet niet rempen ervoor. Ja, hij zal de eerste rijden. Oh, hij doet het gewoon. Hoi! Oh, go! Echt gewoon een zetje hier. Ja, sorry. Duivel, jongens. Nee, het was geen duivelbom, maar. Pak hem mee. Waren nog zachte of koude bandjes, vooral. Ai, dan gaat het hard, hè. Nou ja, als je hem uitrijdt, ben je nog. Op de laatste plek ben je nog vijf. Maak je niet druk, ze gaat er nog wel eens over. Oh! Oh! Nou. Ik was niet de enige zo te zien die er bij de hand ging. Nee. Ja, straks gaat er nog wel een, daar heb ik nog een set rode bandjes over. En daar komt hij, ja, wie weet. Nou, dit bordje hier is ook weg. Ja, tot volgende Tiger. Koen, dankjewel voor die donatie. Shoutout naar Matthias de Bevrijder AK Matthijs had 93. Wat? Matthijs, je krijgt de groeten. Oh, wat een battles. Godverdorie. Wauw, die had ik niet verwacht. Lekker. Gaming Advantage. Buiten om me. Kijk via Plays, hoe doe je commentaar hier? Het is wel een spannende race, hè? Ja. En dat moet je 5 keer zeggen, toch? Ja. Maar het was ook een spannende race. Komt dan een broekje aan? Oh, ja. Dan zit op rood, hè? Die is snel. Ja. Oh, dat zou wel pijn zijn voor Koos. Ja, c'est la vie. Maar Danny, jij bent ook plan om nu uit te rijden, of niet? Ja, anders. Of er moet nog toevallig een safety car gaan komen. Ja. Maar hij moet er wel 20 ronden mee, hè? Dus hij kan nu wel hard blazen, maar dan slijt hij ze helemaal aan de gort. Als we nog een keer safety car krijgen richting het einde, dan kan ik nog rood ronde gooien. Dan kan ik nog winnen. Okay. Hey. The stewards have now enabled DRS. DRS is now online. Enjoy on the play, jongens. Weg is die. Ja. Zo genaaid worden als Perez. Arme jongen. Het is een beetje teleurstellend. De laatste bericht is het waarschijnlijk dat ik ben. Nou, dat is niet zo. De eerste ronde, tot zeg maar de eerste, tot de 70 was het een prima prestatie van Pirre. Ja, ik dacht dat ik die gummipits zat er helemaal in mijn bocht te horen. Dat is echt verboden, ja. Bij dat mannetje moet je wel. Ja, je kan er niet echt iets tegen doen. Blijft nog netjes bij. Nou, dat red je net niet, denk ik. Nou. Oh,
Ghost wordt even de deur dicht. Nee, ik had ik heb nog meer problemen, want ik zie bij Dannen zie ik echt heel veel lag. Ja, ik merkte dat net ook bij jou, dat het ineens schokken in één keer was, hè? Ja, ik zag die lag bij jou. Ik moest hem echt de hele tijd ontwijken, zeg maar. Oh. Toen hij mij voorbij kwam steken. Want ik dacht eerst, ik ga er gelijk achter duiken. Om in de slipstream te komen, zeg maar. Maar dat kon gewoon niet. Ah, in de spectator ziet het er gewoon oké uit, dus. Ja, zou kunnen hoor. Het is niet extreem of zo. Het is niet zoals Gran Turismo 7, hoe dat op het begin was. Ja, we hadden vorige keer, op maandag hadden we een keer dat iemand gewoon iemand niet zag of zo, toch? Ja. Gewoon... Ja, ik zag de hele race niemand. Ja, toen dat ik inderdaad nog niet joinen, dat werkt. Ja, nee, het was echt fucking kut. Ik reed ook één keer vol te opgestaan, maar ik had geen idee dat hij daar... Oh, je kon ze wel raken? Ja. Ja, dat wel. Wauw, dus weird man. Ik merkte er zelf niks van, maar Alphys wel. Dat is fucking raar. Our gap to the car in front is 1.7 seconds. Zeg hè? Ik denk dat ik langzaam naar de erf rijden kan. Het was steeds spannend om weg te gaan. Nou, het is behoorlijk spannend hoor. Wat ga je erin gooien? Ja, ik weet het nog niet. Kijk wat er ligt. Patrick Potter is hier. Oh, dankjewel voor die sub. Ja, die heeft heel veel positie gewonnen met al die foutjes. Goed bezig, Koos. Thanks, man. Theorie zou je toch zeggen? Die gaat goed zijn. Zo. Een koendok. Hè? Die vindt de driving get an advantage. Niet normaal. Dat mocht hij nog, hè. Dat is gewoon een hele andere race. Oh! Ja. Geen podium voor de Ferrari. Nou. Slim, hij pakt op de tweede deur. Oh! The gap to the car ahead is 3.5 seconds. Nee, nee. Helaas. Oh. Bijna tijd voor de even kijken. Oh. Nu is het wel tijd. Ja. Nou, die kan wel thuis zijn. Nou. Zit nog 7 minuten seconden, hè? Ja, maar hier, wat is dat voor race? De DRS. Die bochten zijn heel anders bij hem. Is je cheaten? Kijk, kan je nog Silverstone in de koos of niet? Wat dan? Ja, toen had ik ook wel creatieve lijnen. Ik weet nog wel dat... Ja, maar ik wil wel graag eerlijk verliezen als ik verlies. Zo, 1.30.500. Kijk hem weer, man. Laat hem maar snel hem meenemen, jongen. Een hele andere trek rijdt hij. Het verklaart wel een hoop, maar. Ja. Waar is race control? Maar dat wiel zit al. Oh! Hij pusht hem gewoon even af, ja. Dan maar een coast tip. Hey, 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 hey. Lekker cool. Ja. Dat mag wel.
Wij doen ook toe voor dat hij gewoon ervoor kiest om dat grind heen te rijden. En dat hij niks doet. Ah, slechte action. Ja. Yeah. Hey joh, opbouw voor de volgende stuk. Je hebt DRS. Jekkel, hè? Jekkel, hè? Ik doe het weer, hè? Weer, hè? Weer, hè? Koos moet ook gewoon doen, dan blijft er een voor. Hier komt drie! Niet. Geen touché. Maar laten we alsjeblieft wel de racelijnen respecteren. Ja, die staan uit, hè? Dat lijkt zo, ouwe. Kijk. Hij weet gewoon niet hoe hij op de baan moet blijven. Ja, maar ik bedoel, ik heb daar nu last van. Ja, ja. Ja, dat was een mooie bocht, toch? Zeker. Ja, die laatste was binnenlijn. Maar dit is niet effectief, dat zie je gelijk. Die racelijn is niet goed. Afsnijden is niet is effectief inderdaad, ja, dat klopt. Oh, nee, ik snij nooit af, hè. Ik neem altijd een paar meter extra, dat is een meer. Ja. Ja, maar je neemt dus veel meer snelheid mee, zeg maar. Ja, dat klopt wel. Ja, want je hoeft minder te remmen omdat je veel meer, ja, veel meer de baan gebruikt. Zo. Ik denk dat ze bij Ferrari het echt gek zouden worden dat het kindsbedrijf even gaat bed worden. Gingen die Alpines te keren? Ja. Ja, wel vet om te zien, hoor. Ja, maar ja, joh, ik wil je toch niet zien. Jammer dat ze dan stokje heeft gestoken. Die Bottas die liep als een gek in, volgens mij was de Bottas. Ja, dat is waar, ja. Ah, slecht. Ja, totdat die curbs je opeens straks een keer. Ik heb een band over de familie. Nee? Ik heb een band over de familie. Je ziet toch dat dit sneller is? Ja, normaal. Als ik dat zo doe met Williams, dan vlieg ik weg, joh. Ja. Ja, die auto had geen grip op de trek. Oh, met dat tikkie. Nou. Had er net iets te veel curve mee. Nee. Dit is de lijn van Gekoendok, hè? Ja, hallo. Au! Ja, was illegal overtaken, waarom? Jo! En dan gewoon wel weer de links de baan op rijden, hè? Ja, oké, ik kon ook jou eraf kegelen, dat was ook een Ja, dat gebeurde bijna. Ja, daarom, maar dat viel mee, toch, uiteindelijk? Ja, omdat ik rem en nog verder naar links ga. Zo, jullie hebben gewoon 10% verschil in alle banden met elkaar, dat is insane. Oké, dat zie je. Ja, dat kwam net in beeld, dat hij al Ricundo 26 en Koos 26. Hé, 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 ik hier het zeggen, joh. Ah, sorry. Betekent dat we hier nog lang van kunnen genieten. Ja. Ja, dit moeten ze 10 rondjes wel uit kunnen rijden. Ah,
toch nog weer 3 seconden, hè? Ja, het lijkt wel of je aan zo'n touwtje vastzit of zo. Ja. Ja, dat het touwtje helemaal wordt aangetrokken en dan poep, trekt hij er weer naartoe, weet je. Ja, dat is wel bijna een beetje spannend. Zo. Dat voelde ik, zag oog dat, dat de koen aan het glijden was. Ja, dat scheelde niet veel. Ja. En daardoor was je rempunt bij die andere bocht ook fout. Ja. En nou is Koos al weg. Ik krijg nog... Wat kerel deed is, hij zat echt lang buiten op mijn beeld. Ja, maar niet op het moment dat moest. En volgens mij was hij op de lijn nog 1 nog wat bij mij. Ja, dat gaat zo snel. Wie, hè? Zo, man. Vroom, vroom. Ja, ik begin wel te merken dat mijn bandjes wat moeilijker krijgen. Echt, hè? Ja, hoeveel procent is het bij jou? Het is bij mij 30. Ja, mij. Ja, die bocht kom ik niet meer lekker door. Oh, dit zijn de goede lijnen. Car in front is 9.3 seconds. Jeff wil me ook weer naar binnen hebben. Oh nee, oh god. Mijn monitor gaat uit. Oh nee. Oh nee. Oh mijn god. Iedereen tegelijk op pauze drukken. Oh, wat is dit kut zeg. Ja, hij staat nu helemaal scheef. Ik moest het in de paniek doen. Ja, ik had hem op 1.4 gezet, godverdomme. Ja, dat was een kostbare. Green flag. Oh. Ik ben even weg. Je bent toch niet. Next is klaar. En Matthijs pakt een mooi plekje erbij. Ja, die zat er al op de azen. Ik heb nog steeds hoop dat iemand in de muur inrijdt, dat ik naar mijn softbandjes mag pakken.
op Koos al die in of niet? Okay, gap ahead is 12.4 seconds. Yo, what's up, Jiminy? Wat is het, Spijf? Ja, het is het. Kaasbrood. Die doe je in de airfryer. Wat heb je in de airfryer gedaan? Kaasbroodje. Oké, lekker. Our gap to the car in front is 14.0 seconds. Bite je bek aan de buitenkant en is de binnenkant koud. Ja, maar andersom met kaart. Ja, dat is ook niet best. Ja, dat hebben mensen als met kaas geleverd, dan branden ze hele bek in de keurt koud. Ja. Ik heb kaas. Ik ben ook een god. Waar is het nog spannend? Ja, meer. Doei. Nou, doe nog maar een kaasbreuk. Ja. Doe ook maar voor ons. Even brengen. Misschien nog een safety kaartje. Kan daar ook niet meer, hè? Ik niet meer laatste kaartje. Tot de ene laatste laptop. For all time's sake. Ja, dan hadden ze dan eruit voor Koos, weet je, dan kan je hem wetten. Zo, die stofbanden zijn wel echt te verademen ten opzichte van die... Yep, die I know. Die zijn echt drama. Deze banden wel. Zelfs op 40% oude bandjes verwijt, maar voelt het nog gewoon aardig. Ja, ik zit niet op. Ja, dat zijn de lekker persoon. Dus. Oh, ja, dat is redelijk. Ja, in plaats van te wijd rijden, ging te kort door de bocht. Dat was niet zo goed. Oh,
Ja, ik heb beter er binnen in, hoor. Ja, joh. Hang hem aan de kant van mij. Is het de snelste? Ik doe het zelf rond, hoor. 2-5? Hoe snel was hij? Wat zei je? Hoe snel was de stop? 2.6. Oh, ik zat op 2.5, zou ik wel in doen. Ik heb trouwens wel een historie met crashen als ik voor de snelste ronde probeer te gaan. En je krijgt al je punten, want je hebt zoveel procent van de race gedaan. Dat was bij 47 of was het? 75 toch? Ja. Oh, lap 47. Ja, ja, bij lap 47 ongeveer. Want dat is 80%. Ik had het even net uitgegeven. Oh, is 80. Ik dacht 75. Dat is mensen 80, dus... Ja, oh, zou kunnen hoor. Het is 15.1 seconds. Ja, 45.6. Okay, 15 second gap to the next car. Off. The car behind is dropping back by about 3/10 a lap. Moet die reuze snelste tijd neerzetten. Ja, ja, ja. Ja, ja. Daardoor heeft hij een pitstop gemaakt, dan gaat het voor de snelste tijd. Heel vet. En punten maximaliseren, dus lekker. Ja, zeker. There's 5 laps of fuel remaining. Die gaat er nu ook voor zitten. Ja, die ronde was niet zo goed dat je het kan verbreken. Maar ja, je hebt nog een kans, toch? Ja, deze ronde is uit ook. The gap to car in front is 16.6 seconds. Enjoy crashed. Terwijl die je snelste rondetijd probeerde neer te zetten. Nee, eerst seks zit ik er al 15e vanaf, terwijl ik het echt probeer. This is your final gewoon op de oude band. Jammer. In plaats van niet verder gaan en crashen. Ja, maar als je dan wel was gecrashed, had dan dan over je band kunnen rijden als coaster weer. Oh, en dat was zelfs over mijn eigen tijd al 15e, dus dat is al een seconde achter de snelste tijd. Dus nee, onmogelijk.
Yo, congrats, man. Just enjoy. Thanks. Oh ja, podiumplek. Podiumplek. Geëindigd waar ik ben gestart. Kunnen er niet veel zeggen. Ik ben in plaats van hoger gegaan. Ja, kijk al die DNF, joh. Jezus. Jezus. De halve crit is weg. Ah. Gebeurde maar veel! Wat is trouwens nou slim voor die Equal Cars qua setup? Moet je dan echt kijken naar de setup van die auto waar je in rijdt of ja, naar iets anders? Sorry, wat? Nou, ik heb nu de Williams setup op mijn Williams zitten, maar als ik hier rijd, dan rijdt het zo anders. Ja, nee, dat komt mij door die auto. Maar online, de online auto is gewoon net iets anders dan alles wat er in de normale auto was. Dus moet ik dan naar online setups gaan kijken voor online auto's dan of zo? Ja, ik doe altijd gewoon Bahrein setup. Dat heb ik nu ook gedaan. Dit was een hele andere setup als waarmee ik die time trials heb gezet. Maar het is gelukt in ieder geval.